Toen ik een tijdje geleden in Zweden bij een conventie achterkwam dat men via glasvezelkabels signalen kon uitlezen, zoals temperatuur, geluid en trillingen, dacht ik dat is gaaf voor een spoor. We hebben al overal glasvezel liggen langs het spoor en we gaan de infrastructuur van die glasvezelkabels anders benutten. Daar waar die nu gebruikt wordt om dataverkeer van A naar B mogelijk te maken, gebruiken we nu een van die kabels om deze technologie toe te passen. De technologie werkt dat we in een glasvezelkabel een lasersignaal sturen. En dat lasersignaal dat weer kaatst ook weer terug. Dat is het kenmerk van die kabel. En die terugkaatsing die vangen we weer op. Bij het interpreteren van die data komen we een heleboel te weten. Zoals afwijkingen aan het spoor, afwijkingen aan treinwielen, verzakkingen. Maar ook kunnen we daarmee spoorlopers signaleren. We hebben een pilot gestart in Culemborg. Daar meten we drie dingen. De samenstelling van ondergrond onder het spoor. De trillingshinder voor omwonenden. En de boegsnelheid van de trein in de grond. Nu doen we dat door het plaatsen van allerlei apparatuur rondom het spoor. Als we dit met glasvezel ook zo precies kunnen, scheelt dat enorm. Omdat we geen nieuwe apparatuur hoeven aan te brengen. Er zijn veel afdelingen van ProRail hierbij betrokken. ProRail heeft een samenwerkingsovereenkomst met Daltaris. En Daltaris helpt ons om de glasvezeltechniek toe te passen en de data te interpreteren voor onze business. Ik denk dat we over 30 jaar door deze technologie overal op het spoor snel en efficiënt inzicht hebben in wat er daadwerkelijk buiten gebeurt. Een enorm monitoringsnetwerk dus. En dat is echt heel goed, want dat maakt het goedkoper, meer betrouwbaar en veiliger. Ik ben Kees Hamas, projectmanager vernieuwing bij ProRail.